Oranje Movies. Het begon allemaal met gamen achter je tv. Dat was leuk, alleen je kon nergens heen. Dus wij verzonnen de Wii. En de Wii is geweldig, totdat je moet poepen en dan kan je niet meer gamen tegelijk. Kut. Dus daarom verzonnen wij de Wii U. Eindelijk. Poepen en gamen. En de Wii U was een wereldwijd succes. Ideaal, je kan eindelijk poepen en gamen tegelijkertijd. Alleen, er is één klein probleempje mee. Namelijk, dat je niet kan poepen en gamen bij andere mensen thuis. Dus daarom verzinnen wij nu... Nintendo Switch. Waar de Wii U slechts een scherm was waar je games op kan zien en spelen, is de Nintendo Switch veel meer. Dat is namelijk een scherm waar je games op kan zien en spelen met een controller. Maar daar kan je ook echt overal gamen. Waar jij naar een feestje kan waar helemaal niemand zin heeft in gamen. En door je Nintendo Switch super kut aan te komen, kun jij het hele feestje verpesten. Want fuck sociaal doen, gamen is veel leuker. En dit allemaal zodat jij kan gaan gamen met je vrienden. Die je waarschijnlijk niet eens hebt. En hier nog wat beelden uit de trailer van de Arena. Alsof we dat ooit gaan doen, een e-sports met Nintendo. Maar het ziet er wel leuk uit. Toch, hè? Koop de Nintendo Switch en geniet van een obesitas Italiaan met een uiterlijk van Ron Jeremy en een zwakzinnig broertje. Of wat dacht je van de commerciële tyfuszaap die je met houten vaten rondschiet omdat bij ons de originaliteit op was? Net als bij geweldige nieuwe Mario spellen zoals Mario Party 38 of Splatoon 2 en in ieder geval geen Super Mario Galaxy. Of sla elkaar lekker de hersens in met Super Smash. We hebben ook games voor de hardcore gamers zoals Skyrim en natuurlijk... Nog meer Skyrim! Heb ik al Nintendo Switch Sports aangekondigd? Een geheel nieuwe ervaring aan de denkbeeldige illusie dat jij daadwerkelijk aan het sporten bent. Oh, Nintendo Switch Sports is gruwelijk, oké. Okay. Oh, dude! Je hebt een strike! Ik heb een strike? Nee. Yo! Kingeler! Hij is echt ideaal gewoon. Ik bedoel, de Nintendo Switch lijkt op een broodrooster, dus nu kan ik eigenlijk met mijn broodrooster in bad. Eerlijk te zijn vind ik de Nintendo Switch heel revolutionair. Nul. De games die zijn spectaculair. Ik heb eigenlijk... Liefst nu al, want ik ben er gek op. Het beste is dat we de nieuwe Zelda letterlijk overzetten van de Wii U naar de Nintendo Switch. Het is allemaal niet backwards capacitable. Double money. Eerst waren ze Pokémonnetjes uitvangen op straat. En nu doen ze Mario Kart op straat. Waar gaat dit heen? Wie laat het stoppen? Voor mij moet het terug naar Mexico. Allemaal weg naar je eigen land. En stem op mij, Hillary moet in de gevangenis. Speel altijd waar en wanneer je maar wilt. Zoals bijvoorbeeld... Geen de auto. Jawel. Doe de auto. Van het bed. Bijna. Bowser! Gamen tijdens het reizen. Oh man, ik kan eindelijk verder met Zelda. Waar is mijn scherm? Oké. Okay. Hij ligt in de bus. Wacht. De Nintendo Switch. Ideaal voor tijdens het poepen. Like en abonneer. Heb jij er ook zo gelachen op deze video? Geef dan een dikke like hier beneden. En abonneer ook vooral hier beneden. Want er komen meer van je movies aan die je niet wil missen. Dus abonneer hier beneden. Klik op abonneren doen. En stuur deze video door naar al jouw Nintendo vrienden. Zodat ze deze video niet missen. Bedankt voor het like en het abonneren. Ik ga er lekker vandoor naar de wijnkelder.